is met vakantie met zijn vriendinnetje naar de Dominicaanse Republiek. Dat was al lang gepland, dus hij kon het ook niet afzeggen. Hij is echt heel blij, want het is een hele mooie prijs. En niet alle prijzen zijn even mooi, maar deze is wel een van de favorieten, weet ik zeker. En wat zijn zijn doelstellingen voor komend jaar, voor 2016? Zijn sportieve doelstellingen? Ja, natuurlijk goud in Rio. Daar gaat hij voor en dat wil hij absoluut halen. En hij traint er hard voor, dus laten we hopen dat het gaat lukken. Hebben we er vertrouwen in dat het hem gaat lukken? Ja, aan hem zal het niet liggen, dat weet ik zeker. En zijn team ook niet hoor, ze gaan er echt voor. Maar de concurrentie is groot bij het mannenhockey. Dus,